Tientallen handschoenen en wanten hebben Stephanie en Jeffrey al gevonden. Vooral Stephanie kan ze niet op straat laten liggen. Een beetje een sneu idee dat er dan twee gescheiden handschoenen zeg maar ergens zijn. En ik zou het mooi vinden als die weer bij elkaar komen en dat mensen gewoon weer hun oude paar, die ze ooit op een keertje op een bepaalde reden hebben uitgekozen, weer kunnen dragen. Het is de bedoeling dat de handschoenen en wanten via Instagram de weg terugvinden naar hun eigenaar. En er zitten bijzondere exemplaren tussen. Mijn favoriete handschoen is K2. Dat is dit kleine kinderwandje. En hij is gewoon heel schattig. Die heb ik gevonden bij de Noordertunnel. En hij is echt heel klein. En er staan allemaal kleine hartjes op en zo. En dat is echt heel snoezig. Ja, dus dit is mijn favoriete handschoen. De liefde voor de verloren handschoen gaat heel ver. Want voordat ze op de foto gaan, worden ze eerst gewassen. Gaat hij op 20 minuten opfriswasje. De omgeving van Stephanie moest wel even wennen aan haar nieuwe hobby. In eerste instantie vonden mensen een beetje gek of zo. En toen vonden mensen het toch wel erg vriendelijk initiatief of leuk, zeg maar. En nu is het gewoon een beetje soort van toegegeven aan de obsessie, als het ware. Helaas heeft nog niemand zich bij de handschoenenverzamelaars gemeld. Heel denk ik ook wel dat het een beetje mentaliteit is van, je bent toch, dat mensen denken, ik ben hem kwijt. Dat zal wel. Ik heb ergens nog een ander paar of ik koop snel even een nieuw goedkoop paar of zo. Dus ik denk dat het ook voor een deel een beetje die wegwerp-vibe heeft of zo. Ach, en als dat zo blijft, dan vermaken Stephanie en Jeffrey zichzelf wel met de verzameling.